Thijs van der Brink. Hij presenteerde afgelopen dinsdag Op 1. Zat woensdag aan tafel bij Op 1. En donderdag stond hij met zijn nieuwe programma God, Jezus, Trump recht tegenover Op 1. Eva, is het eerder voorgekomen dat een BN'er in 1 week zowel presentator, gast als concurrent van zijn eigen programma was? Nou, ik denk dat, Thijs daar absoluut een primeur te pakken heeft. Ja, hè? Maar ho, wat er afgelopen woensdag bij DWDD gebeurde, dat was ook niet mis, hè, Diederik? Oh ja. Oh god. Ja? Maar daar hoeven we niet naar te kijken. Ja, alsjeblieft. Nou, we kunnen best stellen dat jij daar een tweede seizoen hebt veiliggesteld. Nou ja, veiliggesteld. Ja. Het ziet er op zich natuurlijk goed uit. Hè? Ook omdat Matthijs zich volledig achter het programma Promenade schaarde. En Nico was natuurlijk al fan van het eerste. Ja, Nico. Talloze BN'ers trouwens ook. En na de uitzendingen, dat vond ik ontzettend leuk, heeft de NTR zich uitgesproken voor een nieuw seizoen van Promenade. Maar goed, de NPO beslist, dus we mogen nog niet te vroeg juichen. Maar het ziet er inderdaad heel goed uit. Ja, maar die maken zichzelf natuurlijk volstrekt belachelijk als ze dat niet doen. Ja, absoluut. Nou, ik zou het ook zeggen, maar goed, daar gaan we niet over. Nee, okay. Voorzichtig met je woorden. Ja. We gaan toch heel even kijken. Nee, alsjeblieft. Ja. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Jawel. Nee, kom op. Jawel. Ja, jawel. Nee, ja, hoor. Oh, daar. Ja, kom maar. Oh. Ja, daar zit je dan. Ja. Ja, ik werd meteen na de uitzending werd ik door iedereen gebeld. En ik heb in per ongeluk toen... Ik heb in, wat wil je hier? Wat is de reden van je komst? Nou ja, over de mensen die kijkcijferkastjes hebben. En daarom hebben we ook voor aanstaande zondag hebben we eigenlijk een speciale uitzending voor mensen met een kijkcijferkastje. Ja. Straks Stef Bos en Dirk-Jan Roeleven. Stef heeft een nieuwe plaat en gaat ik het tour. Ik ben er zelf heel blij mee met het programma, vergis je niet. Het is niet zo dat ik vind dat het een mislukt programma is. Ik vind het ontzettend goed gelukt. En wij hebben ontzettend veel lol en maken het met heel veel plezier. En ja, dat is het. Diederik, dank je wel. Heel leuk, heel leuk. Is wel gemonteerd, of niet? Nee. Ik had een totaal ander gevoel over dat interview. Heb jij daarin zitten monteren? Nee, ja. Het is de allerlaatste aflevering. Dat is toch grappig. Is toch niet leuk? Ik vind het niet leuk. Ja, maar je hebt het toch ook met Herman van Veen? Ja, maar dat is een grapje. Dat is toch kut, man? Het moet een feestje zijn. Buff ook. Heb je ook een hele feestje ervoor? Ja, dat is gewoon mij een beetje belachelijk. Dat is elke week. Hè? Zing ik een lied voor die. Ik vind het gewoon echt leuk. Ja, het moet mijn feestje zijn, grapje. Gewoon rustig aan. Ja, ik was aan het zingen. Van zoals leuk, hè? Bam!